We zijn hier vanavond bij elkaar voor een informatieavond voor eventuele nieuwe leden. voor de Vereniging van Mensen Milieuvriendelijk Wonen in Almelo. Die vereniging wil heel graag een duurzaam project realiseren. en pro duurzaam woonproject realiseren in Almelo. Daarvoor hebben ze een aantal pijlers geformuleerd: dat is de pijler Duurzaam Wonen en Duurzaam Bouwen. en Modern Noordbeschap. Eh, Modern Noordbeschap houdt eigenlijk in voor elkaar zorgen en met elkaar wonen, maar dan in een modern jasje. Dus vroeger dan had je dus eigenlijk dat je heel erg veel met elkaar deed... en voor elkaar zorgde. En zussen, broers, familie, vrienden, buren zorgden voor elkaar. Dat is in de huidige maatschappij soms wel een beetje ver te zoeken. Veel individueler geworden. En wat uh, mensen milieuvriendelijk wonen wil, is dat... Stukje dat gevoel weer een beetje terug te brengen in het concept wat ze gaan uh, neerzetten, het woonconcept. Ja. En het woonconcept, wat trouwens Hof van Heden heet, uh, daar kan eigenlijk iedereen komen wonen, jong en oud, uh, met... ook gezinnen met kinderen. Ja, met gezin met kinderen of alleenstaand, die eigenlijk uh, zo'n woonproject uh, omarmen. Die daar geraakt door worden, die denken, oh op die manier zou ik heel graag willen leven en willen wonen. En die dus ook de pijlers, duurzaam wonen, duurzaam bouwen en modern nooderschap ondersteunen. Duurzaamheid zit ook een beetje tussen de oren. Niks weggooien. Alles hergebruiken als het kan elkaar helpen. Wat kan je delen? Duurzaamheid dus echt op delen. Ja. Zeg, uh, kan je daar kopen of moet je huren? Dat kan beide. We hebben op dit moment de leden die we nu hebben in de vereniging, daar zijn er een aantal die willen kopen, er zijn er ook een aantal die willen huren. Dat maakt dat wij als vereniging nu aan het onderzoeken zijn. Uh, of er ook uh, mogelijkheden zijn voor die huurders hoe we dat gaan, uh, gaan, gaan financieren, eigenlijk hoe we dat gaan doen. Op dit moment hebben we als locatie het indie terrein in Almelo. En daar zijn we nu bezig met de ontwikkelaar en bouwer daar, dat is Ter stegen, Zijn we nu in een intensieve relatie eigenlijk om met elkaar het plan te realiseren. Ja. Nou, het project komt aan de waterrand, waar nu de watertoren staat. Wat ik me heb laten vertellen dat het eigenlijk de stoftoren heet. Maar ik denk dat iedereen die in Almelo en Omstreken woont, dan wel weet waar ik het over heb. Dus het is eigenlijk de... Ja, de de hotspot van Indië, want als je aankomt gerijden naar het Indieterrein, dan zie je die watertoren en daar wordt het project gerealiseerd. Dus het is echt een heel uniek plekje in Almelo.